Yes guys, what's up? Het is weer een gloednieuwe video die ik je voor je heb gemaakt over hoe maak je van social media een cashmachine. Nou, ik gebruik social media al 4 jaar, organisch en met paid ads en hoe je daar eigenlijk een online inkomen mee kan genereren. En in deze video ga ik je alles vertellen over organische marketing. Ik vertel je natuurlijk heel veel over paid ads, Shopify dropshipping, e-commerce, verkoop op Bol, etc. Maar het is ook iets anders wat ik nog doe en dat is een personal brand. Die ben ik al een jaar aan het bouwen en die probeer ik alleen maar groter en groter te krijgen. En ik ga je mijn lessen meegeven in meer als 150.000 euro per jaar omzet aan in ieder geval mijn personal brand, Paul van Sprundel in dat geval. Oké, gaan we daarin duiken. Wat is de nieuwe social media blueprint? Die ga ik je vandaag uitleggen. De meeste mensen pushen dus follow for follow. Dus gaan heel veel accounts volgen, liken, stories bekijken, et cetera, DM'en, al dat soort dingen. Het zorgt eigenlijk voor weinig engagement. Ik heb het in het verleden ook gedaan. Het zorgt voor iets voor engagement, maar het gaat te langzaam. Sommige mensen pushen ook paid ads. Super goede vorm om meer traffic te genereren, maar als je met wat minder kapitaal zit, is dat niet voor jou de way to go om dus ja, meer traffic te krijgen op je account. De meeste mensen pushen ook Instagram bots. Ik heb ze ook gebruikt vorig jaar een aantal en ik ben er helemaal van afgestapt, want het fuckt met je algoritme van je account en het werkt heel langzaam en je krijgt niet de volgers die jij graag wilt. Vaak krijg je van die Instagram bots ook bot account, dus je schiet er niet echt iets mee op. En heel veel mensen kopen ook blauwe vinkjes sinds dat het kan. Ja, ik doe daar echt niet aan mee. Er zijn ook heel veel fake accounts van mijn naam, Paul van Sprundel, maar ik doe dat gewoon niet. Als Instagram mij een blauw vinkje wil geven op Facebook, mogen ze dat doen. Maar ik ga niet voor status iets kopen voor 12 euro per maand. Heel veel mensen kopen dus ook volgers. Dan zie je 100.000 volgers en 10 likes. Weinig engagement, ja. Ik ga geen namen noemen, maar als jullie kijken, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Dat slaat echt helemaal nergens op. En de meeste mensen zijn ook shit online. Dus je content is ook shit. Mijn content is ook nog niet van het niveau waar ik wil dat het is. Maar ik probeer wel te zorgen dat ik het elke week verbeter. En elk jaar verbeter, elke maand, elke week. Zodat ik groei, weet je wel? En dat ik uiteindelijk ook meer volgers krijg op Instagram die ja, momenteel nog misschien niet zo hoog zijn als op Facebook, waar ik op 3000 zit. En op YouTube, op het moment dat ik dit opneem, zit het pas op 200. Dus ja, ik ben daar ook echt nog groeiend in. Maar ik ga je wel mijn lessen geven in hoe ik van mijn volgers, van 5000 volgers die ik heb op social media, op alle platformen bij elkaar, wel meer dan een ton per jaar mee verdien. Oké, okay? Dus hoe pak je dat goed aan? Mensen blijven altijd doen wat niet werkt. Als iets niet werkt en je blijft het doen, dan kan je altijd dezelfde resultaten blijven houden. En wij doen dat niet. Het is voor losers en gasten die 0 euro willen verdienen om altijd te blijven doen wat niet werkt. Je bent geen ezel, je stoot jezelf niet 2 of 3 keer aan dezelfde steen. En elke post of short of wat je ook online doet of upload die je maakt online, is een kans op geld of is een kans op viraliteit uiteindelijk. En de prijs is een klant. Dat is alles wat mij boeit. Uiteindelijk. Ik wil uit mijn social media geld verdienen. Dat zeg ik heel eerlijk. Dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld deze video voor je maak. Dat is gewoon een drijfveer voor mij om daar ook cash uit te genereren voor mijn personal brand. En natuurlijk mensen te helpen met coaching business en alles wat we nog meer online doen. Maar ja, ik tel geen views, ik tel uiteindelijk geld. Tuurlijk is bereik heel belangrijk, maar ik ben heel erg goed in mijn bereik om te toveren in loyale, betalende, terugkerende klanten. Oké? Okay? Nou, waar werken we aan? Aan output plus kwaliteit. Dus bouw al je social media profielen op. Facebook, tijdlijn, Facebookgroep, LinkedIn, YouTube, Instagram, Spotify. Deze 5 gebruik ik voornamelijk. En het kost ook 0 euro om op deze te posten. En welke contentkalender ik hou? Ik post stories op Instagram en Facebook elke dag. Ik post 1 post op Instagram, Facebook, in mijn Facebookgroepen en in LinkedIn elke dag. En ik post 1 podcast per week op Shopify. En ik post minimaal 1 YouTube video per week. Momenteel is het 2 of zelfs soms 3. En de reden dat ik dat volume heb geüpt naar 2 of 3 is alleen om ja, meer traffic te genereren. Meer mezelf te laten zien. Meer naamsbekendheid opbouwen. Uiteindelijk groei ik in 2025 toe naar waarschijnlijk 1 video per week. Maar iets hogere kwaliteit dan deze gewoon Loom video's. Maar ik zou je hieraan houden. En je gaat gewoon echt extreem hard groeien als je dit op de lange termijn volhoudt. We gebruiken de shorts voor 100.000 views per maand. Dus via YouTube shorts, Instagram reels en TikTok pak ik ongeveer 100.000 views per maand gecombineerd bij deze. Nou, hoe doe ik dat? Ik doe elke dag 1, dus 30 op YouTube, 30 op Instagram, 30 op TikTok in de maand. En als je 20 hebt gedaan, bijvoorbeeld, 20 van deze shorts met praten, en niemand kijkt uiteindelijk, verander hier in de engel. Want de markt vertelt uiteindelijk dat ze het niet leuk vinden. Je moet uiteindelijk creatief zijn, want ja, dit is de creator. Jij bent de creatie, jij moet het verzinnen. En iedereen wil eigenlijk een creator zijn zonder zelf iets te gaan creëren. Ik ben nu op het moment dat we spreken voor jou een video aan het creëren. En wees dus ook creëerder en geen één iemand die alleen maar consumeert en geld uitgeeft aan wat die bekijkt. Oké? Okay? De meeste mensen verkopen zonder een audience.
Ik heb ook geen grote audience, 5k. En ik hoop dat wanneer deze video online gaat. Deze video neem ik op in januari 2024. Ongeveer 14 januari is het vandaag volgens mij. Of zal ik even kijken? 15 januari. Deze komt online ergens in november volgens mij. Omdat ik veel vooruit plan en andere dingen te doen heb. Naast alleen YouTube video's maken. Maar in ieder geval, ik hoop dat in november, wanneer deze video online komt. Ja, dat ik echt wel boven de, ja, laten we zeggen, 1000 subs al zit op YouTube. En echt wel rond de 2, 3, 4k op Instagram following. En meer Spotify podcast luisteraars. En laten we zeggen ongeveer 500 mensen op LinkedIn die mij volgen. Dat is ongeveer een realistische projectie die ik maak. En ongeveer 3 tot 4000 vrienden op Facebook zit nu op 2800. Dus ja, waarom vraag je eigenlijk af waarom het zo moeilijk is? Nummer 1 ding is uiteindelijk kijkers trekken. Dus van die 5000 kijkers maak ik klanten. Maar ik heb ook nieuwe klanten nodig. Dus ik moet ook meer nieuwe content maken. Dus ik kijk wat er trending is naar de markt. Ik kijk naar de top 10 gasten in mijn industrie. Zowel nationaal in Nederland en België, maar ook internationaal. Dat die het vaak een stukje beter doen, naar mijn ervaring, een stuk professioneler. En kijk wat daar werkt, wat hun hebben gedaan. En ik kopieer het en geef mijn eigen saus aan. Oké? Okay? Niemand oont uiteindelijk dus een stijl of systeem. Dus je moet hierin dus meedogelijk zijn. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Jij bent het unieke deel van content. De seconde dat ik nu praat, is unieke content. De rest kan allemaal gestolen worden. De presentatie, de loom, de video, de thumbnail, de omschrijving, weet je wel. En wat je dus kan doen is eigenlijk shit vinden online die je leuk vindt, die je zelf tof vindt om te kijken en die zelf gaan gebruiken om je eigen content te gaan genereren. Daarin reverse engineer je dus het proces van content. Oké? Okay? Nou, wat is dus een nieuwe stijl? Je kijkt dus in het verleden wat supergoed heeft gepresteerd en je probeert dat uiteindelijk na te maken. Wat voor reels ga je nu maken? Ik heb heel veel praatreels gemaakt in 2023 en ik ga in 2024... Waarschijnlijk staan er nu al heel veel lifestyle reels online, want dat is nu mijn planning in november als jij deze video kijkt. Maar deze ga ik dus uploaden om meer viraliteit, meer oogballen te genereren richting mijn andere pieces of content. Het is gewoon een andere strategie die ik nu ga toepassen. En hoe ga ik dat doen? Structuur is enkele clip met tekst, meerdere clips met trending audio en clips dat ik aan het praten ben. Nou, ik ga meer voor enkele clips met tekst en meerdere clips met trending audio. Dus ik ga over een maand in februari ga ik naar Bali weer 3 maanden. En daar ga ik dus meer lifestyle content opnemen. En daar dus meer posten. En wanneer je dus een goede reel ziet als je wel eens aan het scrollen bent. Ik zeg niet dat ik veel scroll, maar ik scroll ook wel eens af en toe 's avonds. En dan kom ik wel eens wat tegen. Dan sla ik deze op en dan ga ik terug naar een account. En dan ga ik even door een account scrollen. En dan kijk ik gewoon puur van, hey, wat werkt er? En hoe kan ik dit misschien voor mezelf toepassen? Dus dan ben je niet alleen doelloos aan het scrollen, maar dan haal je er ook iets uit, oké? Okay? Hoe bouw je dus dit hele systeem? Je plant een hele maand vooruit. Ik doe 1 contentdag in de week. Als ik praat, dan neem ik alle content, die film ik dan voor de hele maand. Oké? Okay? Deze edit je in een aantal dagen. Ik heb een video-editor die dat voor mij doet. En deze plan ik in via TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Dit kan je uitbesteden, dit kan je ook uitbesteden, het inplannen. Het inplannen doe ik momenteel nog wel zelf. Omdat ik daar zelf ook nog beter in wil worden eigenlijk. En niet de noodzaak zie om dat uit te besteden. Editen wel. En ik review shorts elke week en analyseer. Dus bijvoorbeeld bij YouTube kijk ik aan het eind van de week een weekoverzicht. Hoeveel likes, hoeveel reacties, hoeveel views, et cetera. TikTok kijk ik en Instagram kijk ik ook en naar mijn bereik. En wat het heeft gedaan en hoe ik dat kan verbeteren in de volgende week. En wat er goed ging en daar maak ik dan meer van. Oké? Okay? Nou, hoe verander je nou uiteindelijk al het publiek in geld? Want daar gaat het uiteindelijk om. Views interesseren mij eigenlijk nauwelijks, maar het gaat mij uiteindelijk om cash collected. Ik krijg de aandacht door middel van die lifestyle of kennis die je deelt, op de manier hoe ik dat ook doe. En leg ze uit dat hun huidige situatie slechter is dan ze denken. Dus heel veel mensen in mijn situatie, die zitten nu nog in een baan, een vaste baan. Het is eigenlijk veel slechter dan je is door inflatie en door allerlei andere redenen waarom je gewoon geleefd wordt door je baas. En omschrijf vaag hoe jouw unieke systeem je heeft geholpen deze lifestyle te hebben. Nou, door het verkopen op Bol en Shopify dropshipping hoef ik dus niet voor een baas te werken. Zo verkoop ik dus eigenlijk mijn coaching. Daar heb ik een call to action in mijn story en urgency, zodat mensen snel actie zouden ondernemen. Nou, bouw een relatie op in de DM. Kan je handmatig, zeker in het begin raad ik je aan dat zelf te doen. Stel een call voor om met ze op een call te springen, kijken of je ze kan helpen. En je verkoopt deze dienst op de call als ze een goede fit zijn. En dit herhaal je het proces. En met dit kan je echt al richting 50.000 euro per maand schalen. Ik wil je enorm bedanken voor het kijken naar deze waardevolle video. En ik zie je graag weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.